Willem van Palt, de gildedag voor het Lieshoutse gilde op de kermis maandag. Zoals gebruikt ontvangst bij de gemeente Laarbeek in het gemeentehuis. Ja, een bijzondere dag, hè? Twee jubilarissen. Ja, twee jubilarissen die 50 jaar gildebroeder zijn. Met name in het hedendaagse, maar ook in het voor ons gereactiveerde gilde. En die werden in het zonnetje gezet en verdiend. Ja, terecht verdiend. Ook een reglementswijziging. Peter van den Burg, tweemaal koning. Hij kan vandaag keizer worden, dankzij de reglementswijziging. Nou, bijna. Hij kon al keizer worden. Alleen we hebben er een stukje aan toegevoegd. Door te zeggen, je bent of driemaal achtereen koning. En dan kun je keizer worden. Of vijf keer in totaal. En dat is een stukje nieuwe toevoeging die we hebben gedaan. Plus, de koning had het voorrecht om ieder zevende schot nog te schieten. Maar dat hebben we eruit gehaald, omdat hij ook na vijf keer koningschap keizer kan worden. Zou dus betekenen dat we vanmiddag een kans hebben om een keizer te krijgen bij het Sint-Servaasschilde? Die kans is er, ja. De nieuwe koning zal dan nog wel zijn koningsjaar uit moeten dragen, maar daarna kan hij wel gewoon keizer worden. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, ook wat betreft het ledenaantal, de raadzaal wordt bijna te klein. Ja, we zullen toch bij de gemeente aan moeten dringen dat ze gaan uitbreiden. Dankjewel, Willem.